Hallo beste vrienden, een hele goede middag. Dat God jullie allen zegenen, dat de Heilige Geest, de Geest van God, de Vertrooster, komen en leiden en verlichten, en u doet begrijpen zijn wil voor uw leven. Zodat u dan kunt toepassen deze wil voor uw leven. Zodat u kunt handelen, gehoorzamen en volgen. Want dan zal alles goed komen. Let goed op alsjeblieft. Kijk. Veel mensen. Houden er veel van. En. Behaagd te worden, om complimenten te ontvangen. Veel mensen houden ervan. Om mooie woorden te horen. Veel mensen houden ervan. Om zich geliefd te voelen. Door middel van woorden. Maar. U weet. Er bestaan woorden die direct tot de behoefte van het gekwelde hart komen. En er bestaan ook woorden die de behoefte behagen van degenen die denken, die rationaliseren, die overpijzen. En dan nemen zij de juiste keuze. Wat verkiest u liever? Wat heeft u liever? De kus van de leugen of de klap van de waarheid? Kus van de leugen of klap van de waarheid? Nou, ik ben niet hier om wie dan ook te behagen, behalve mijn Vader. Mijn Heer, mijn God. Dus ik moet zeggen, hetgeen wat hij heeft geïnspireerd en georiënteerd. En wat heb ik gezien? In deze hele wereld, waar ik ook naartoe ga. Ik heb veel mensen gezien die gelovig zijn, christenen, mensen die ten neergeslagen zijn, ten neergeslagen en christenen. Verdrietige christenen, verdrukt, mensen die gefrustreerd zijn, mensen die koud zijn in het geloof, ontmoedigd in het geloof. Het lijkt alsof wanneer men spreekt over het geloof. Tegen deze mensen. Wanneer het te maken heeft met geloof. dan zeggen ze daar komt de religie weer. Ik ben het zat van de kerk en van religie. Ik ben moe. Ik ben gefrustreerd met het geloof. Want al jarenlang. ben ik naar de kerk aan het gaan. heb ik de kerk bezocht. Enzovoorts. Mijn verplichtingen. In het kort. Mijn religieuze verplichtingen. Opgevolgd. Maar kijk, mijn leven. Mijn leven is een last. Mijn ziel. Is werkelijk. Vermoeid. Ik weet niet meer wat ik doen moet. Dus voor u die zich in deze situatie bevindt. Voor u heb ik een boodschap van God. U weet dat wanneer iemand koud is in het geloof, wanneer de persoon ontmoedigd is in het geloof, wanneer de persoon gefrustreerd is in het geloof, dan is dat de meest kritische situatie van de ziel, van de mens. De meest kritische situatie die er is. Het is makkelijker voor u om een atheïst te vinden, een ongelovige, iemand die vol demonen is, en die persoon te helpen, dan een persoon te vinden die gefrustreerd is in het geloof, koud is in het geloof, en die persoon weer heet te maken. Ik weet niet of dat uw geval is, maar ik geloof dat dit woord wel uw behoefte tegemoet zal komen. Want wanneer iemand leeft, onderworpen aan het koninkrijk van de Heilige Geest in zijn leven, wanneer een persoon zich onderwerpt aan het koninkrijk van de Heer Jezus en leeft volgens Zijn regels, Zijn wetten, Zijn geboden, zijn adviezen. Wanneer iemand leeft. In het koninkrijk van God. Dan is die persoon blij. Ook al heeft die persoon problemen. Die persoon biedt God altijd dank. Die persoon zegt altijd: God zij dank. Omdat die persoon weet dat in zijn of in haar binnenste. De geest van God is. Omdat Hij Hem of haar heeft geleid. Elk moment van het leven. Dus die persoon is gelukkig. Tevreden. Die persoon is niet beangstigd, benauwd, bezorgd. De persoon is niet bezorgd met de dag van morgen. Omdat. Wanneer iemand bezorgd is met de dag van morgen, dan anticipeert die persoon al de problemen van morgen vandaag. En dat is niet intelligent. Het is niet rationeel. Dus wanneer de Heer Jezus zegt, wees niet bezorgd om de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus ga tegen het kwaad van vandaag aan. Ah, bischop, vandaag gaat niet slecht met me, het gaat goed. God zei dank. Vergeet dan morgen. Wanneer morgen komt, dan zult u denken aan morgen. Maar zolang die dag nog niet gekomen is, leef de dag van vandaag. Leef zonder die last van de bezorgdheid, van de angst, de benauwdheid om de problemen op te lossen. De mens is zo van nature, toch? Ze wil problemen oplossen. Meteen onmiddellijk. Maar wij lossen onze problemen nu op. En dan zijn er weer andere problemen op te lossen. En daarna zijn er weer andere problemen op te lossen. En zo gaat het. Maar God zei dank, weet u waarom? Want wanneer wij de geest van God hebben, en daarom. Moet de persoon de Heilige Geest ontvangen, de dood met de Heilige Geest. Het zegel van de Heilige Geest. Zodat die persoon kan overleven in deze vrede vieze wereld. Dus wanneer de persoon de Heilige Geest heeft, dan heeft die persoon het rustig. Zelfs te midden van problemen heeft die persoon het rustig. Maar wanneer de persoon niet de Geest van God heeft, de Heilige Geest. Dan leeft die persoon in een hele moeilijke kritische situatie. Want die persoon is nog heet, nog koud. Die persoon is lauw. Die persoon vergadert in zijn binnenste bijbelsinformatie. Die persoon kent het woord van God heel goed. Weet goed hoe de Bijbel te gebruiken. Maar wanneer het erop aankomt om het te laten zien wanneer het aankomt om het woord van God toe te passen in zijn leven, dan is die persoon vermoeid, dan blijft die persoon stilstaan, dan blijft die persoon gefrustreerd omdat die persoon geen moed vindt, omdat die persoon geen kracht vindt. Het lijkt alsof wanneer de persoon denkt aan de dingen van God, komt ook die last, die enorm, enorme last op zijn schouders. En die persoon verdraagt het niet. Dus die persoon blijft koud, ontmoedigd. De persoon wil niet bidden. De persoon wil niet de Bijbel lezen. Wil het woord van God niet overpijzen. De persoon wil de Bijbel niet lezen, laat staan overpijzen. Naar de kerk gaan, daarover gesproken, dan nog erger. Want dan wordt de last nog groter. De last vermenigvuldigt zich. Ah, ik ga naar de kerk, dan hoor ik dezelfde dingen, dezelfde gebeden, dezelfde woorden. Ik weet dit al, ik weet dat al. Wanneer de persoon in deze staat komt van lauwheid, geestelijke lauwheid, wat een koudheid is. Want die persoon is nog warm, nog koud. De persoon is lauw. Wanneer de persoon zich in die situatie bevindt, dan is het heel moeilijk. Heel moeilijk om zo'n persoon te helpen, omdat de persoon al weet wat wij gaan zeggen. Zo, we zeggen iets a, ah, dat weet ik al. Dit staat geschreven, dat staat geschreven, zus gaat geschreven. Ja, het staat geschreven. Maar ik vraag u en u, wat is uw reactie? Nee, ik weet het al. Ik heb al gedaan. Ik deed dit, ik deed dat. Dus de persoon het is moeilijk om om te gaan met iemand die zo'n soort geloof heeft. Deze lauwheid in het geloof, het natuurlijke geloof, dat niets te maken heeft met het bovennatuurlijke geloof of intelligent geloof. Het is moeilijk om zo'n persoon te helpen, omdat die persoon zogenaamd alles al weet. Dus wat gaat u zeggen? Niks. Het is beter om stil te zijn, beter om te zwijgen. Maar. Wees niet verdrietig, ik ben hier om te helpen. Maar u moet horen, natuurlijk. En als u hoort, dan moet u het ook opvolgen en gehoorzaam. Want het is niet wat ik zeg, maar het is wat God zegt in zijn woord. En de stem van God is machtig tot het punt dat het scheidt, de vlammen, de tongen van de, vla van de vlammenvuur. Kijk wat de Heer Jezus zegt. Dit is heel sterk. De Heer Jezus zegt zo. Let goed op. Hij zegt: Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent, ook al bent u lauw, allen die vermoeid. En belast bent. En ik zal u rust geven. Wist u dit niet? Ja, ik weet het. Ah, wisschap, ik weet het al. Goed. Maar misschien, beste vriend en vriendin, is dus wat er aan het gebeuren is met u: uw probleem niet van buiten is niet. Dat u niet in staat bent geweest om uw probleem op te lossen. Het is niet omdat iemand slecht over u sprak. Iemand heeft u verraden. Iemand deed dit. Iemand deed zus. Iemand deed zo. Nee, het probleem zit in uw ziel die vermoeid is. Uw ziel is vermoeid. Is verdrietig. Is niet gevoed. Behoeftig. Uw ziel. Is verloren, gedesoriënteerd. Maar de Heer Jezus zei: Kom naar mij toe. Maar ik ben al gestaan, ik heb al Jezus geaccepteerd. Ik ben al gedoopt in het water. Trouwens, ik ben meerdere keren gedoopt in het water. Ik ben van kerk A, B, C, D, E. Dat maakt niet uit. Niks daarvan maakt uit. Als u bijvoorbeeld gedoopt bent in het water en uw ziel is vermoeid. Dan was uw ziel niet aanwezig toen u gedoopt werd. Dat is de waarheid. Waarom? Omdat u niet stierf voor de wereld, u stierf er niet voor. U bent slechts als een droge zondaar het doopbad ingegaan en u bent er als een natte zondaar uitgekomen. Ik weet hoe dat is, want ik heb dit ook heel vaak gedaan. Dat ze mij ook overkomen. Ik kan met jullie hierover spreken. Dus wat is het probleem? Het probleem is dat de Heilige Geest, de Heilige Geest, de Geest van de Heer Jezus Christus niet met u is geweest. En hierdoor bevindt uw ziel zich in een vermoeide en belaste staat. Die niet gevoed is, hongerig. Uw ziel heeft de dingen die met het geloof te maken hebben gezien als een last. Een last die enorm is. Het is een zware last geweest, onverdraaglijk. Echter, hier staat geschreven: de Heer Jezus zei: Kom naar mij toe, allen. Die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Wanneer de ziel vermoeid is, dan is de persoon belast. U kunt daar zeker van zijn. Wanneer de ziel vermoeid is, dan is het omdat de persoon belast is. Dus de Heer Jezus zegt: Kom naar mij toe. Maar ik heb de Heer Jezus al geaccepteerd, bischop. Ik heb al dit gedaan, dat gedaan, zus, zo, zo en zo. Feit is het volgende, beste vriend en vriendin. Misschien bent u iemand die religieus is. De religieuze persoon is die persoon die prakticeert hetgeen dat fysiek is, maar prakticeert niet hetgeen dat geestelijk is. Begrijpt u? De religieuze persoon is trouw in de tiende, in de offerandes, de persoon doet aan liefdadigheid dat alles is simpel en makkelijk om te doen. Het moeilijke is het geestelijke: dat die persoon eerlijk moet zijn tegenover zichzelf, oprecht met God. De persoon moet transparant zijn omdat God weet, de Heilige Geest weet wat er in zijn binnenste omgaat. Dus toen de Heer Jezus zei, zoek eerst het Koninkrijk van God, dan zegt hij, prioriteer eerst het geestelijke en daarna het zal het materiële gebouwd worden. Maar eerst moet het geestelijke komen. En het geestelijke werd niet opgelost. Het materiële werd opgelost. En dat baat niet. U kunt het materiële hebben opgelost. Maar als je niet het geestelijke hebt opgelost en dat is innerlijk, dat is het koninkrijk van God in u, dat is de wil van God in u. Gods wil is dit: dat hij de eerste zij in uw leven. De wil van God is dat hij zal heersen in uw leven. Dat is wat hij wil, hij wil uw geest, oftewel uw verstand, leiden zodat vervolgens u uw ziel kunt leiden. Volgens zijn stem. Dus hij zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. Deze belasting, deze last is satanisch, duivels. Het is een manier waarop de duivel handelt in het leven van de mensen. En hij zegt, last. Op hen met betrekking tot de dingen van God. Hij zet, weet u, een, een last op hen, een juk. Oh jongen, vandaag moet ik weer naar de kerk. U moet niet naar de kerk gaan. U bent vrij om te gaan om, of om niet te gaan. U bent vrij om te dienen of God niet te dienen. Wij zijn vrij. Hij gaf ons het recht, het voorrecht. Om onze keuzes te maken. Ik zou eigenlijk liever geen keuze hebben willen maken, nooit. Ik zou liever hebben gewild dat wij alleen maar doen wat hij wilt. Maar soms falen wij. En doen wij ons eigen wil en klaar. Dan gaan we lijden. Dus toen Adam en Eva geschapen werden, wandelden zij met God. Zij hadden gemeenschap met God, omdat er geen keuze was van de zonde van het kwaad. Er was geen optie van de keuze. Er was niets om te kiezen. Alle keuzes waren perfect. Omdat zij leefden in gemeenschap met God. Hetzelfde is wanneer iemand de geest van God heeft. Die persoon heeft de juiste keuze. Die persoon weet wat hij of zij moet doen. En als die persoon gehoorzaamt, dan zal hij genieten van de voordelen van de gehoorzaamheid. Dus, beste vriend en vriendin, geloof niet in dat verhaaltje van eenmaal gered, altijd gered. Dat is een leugen. Dat is doorgestoken kaart. Mijn genade is u genoeg. Dat is helemaal niet genoeg. U heeft niet de geest van de boodschap begrepen, u heeft niet de tekst begrepen van wat betekent mijn genade is u genoeg. U dient het volgende te weten. apostel Paulus had een doorn in zijn vlees en hij bad driemaal maal dat God die doorn zou wegnemen. Maar God zei nee, ik zal die doorn niet weghalen. Mijn genade is je genoeg. Die doorn zal daar blijven. En weet je waarom ik wil dat de doorn daar blijft, Paulus? Zodat je niet hoogmoedig zal worden. Zodat je niet arrogant zal worden vanwege de openbaringen die ik je gegeven heb. Op de een of andere wijze... hebben wij allen een doorn in het vlees. Zodat wij niet hoogmoedig zullen worden... en onszelf de man zullen vinden. Nee, beste vrienden en vrienden. Dus God, toen de tijd zei, mijn genade is u genoeg... Dus wanneer God toelaat een dorm of twee in ons vlees of drie, dan is het niet zodat wij gaan klagen en jammeren, maar zodat wij God zijn dank kunnen geven. Dus de mensen hadden niet een ervaring met Hem, hebben niet de Heilige Geest ontvangen. Dus dan baalt het niet om te zeggen: Ah, mijn genade is genoeg, mijn genade is mij genoeg. Oké, okay, goed, maar hoe is uw ziel? Vermoeid, belast, aan het kermen, aan het lijden. Ah, de Heer is mijn Heerder, niets zal, niet zal mij ontbreken. Ja, goed, is Hij uw Pastor? Waarom bent U dan aan het lijden in de woestijn? Omdat U niet de schaap bent van zijn kudde. Denk een beetje, gebruik je hoofd. Pak niet bijbelse teksten uit hun context. En baseer dan je leven daarop. Nee, doe dat niet. Lees de tekst geheel, compleet. Zie wat God aan het zeggen is. Wanneer hij hier zegt, kom naar mij toe, allen, die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Dan moet de persoon die vermoeid is, de ziel die vermoeid is, overbelast is, vanwege de zonde. U weet dat de zonde niemand vrede geeft, niemand. De duik, uh, God hoeft zelfs niemand te straffen en Hij straft ook niemand, nee. Hij zal alleen straffen na het oordeel. Zolang Hij niet oordeelt, zal Hij niet straffen. God laat dat wij zullen oogsten hetgeen wat wij gezaaid hebben. Als wij hebben gezaaid wat goed is, zullen wij oogsten wat goed is. En als wij zaaien wat slecht is, zullen wij oogsten wat slecht is. Dat staat geschreven. Dus laten wij het hoofd gebruiken. En wanneer wij het hoofd gebruiken, zullen we zaaien wat goed is. Als we het hoofd niet gebruiken, maar het hart, dan zullen wij het hart willen behagen en zullen we alleen zaaien wat slecht is. Omdat het hart bedriegelijk is. Dus de Heer Jezus zegt tegen u: Kom tot mij, beste vriend en vriendin. Kom tot mij. Scheur uw ziel, open uw hart. Wees eerlijk, wees oprecht. Keer terug naar het huis van de pottenbakker. En de Heer Jezus is de pottenbakker. Vraag hem, vraag de Heer Jezus. Om deze kruik die helemaal gebroken, gebarsten is, vol van viezigheid en vol van wax. Om het kapot te maken. En een nieuwe vaas, een nieuwe kruik van u te maken. Dat is wat hij wil doen. Dat is wat hij wil doen met uw leven. Hij zei: neem mijn juk op u. Oh, wacht even. Ik vraag u om mijn juk van mij weg te halen. En u wilt mij uw juk geven. Hij zegt, neem mijn juk op u en leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer dat. Neem mijn juk op u. Dus met andere woorden, doe wat correct is. Doe wat goed is. Zaai wat goed is. En u zult oogsten wat goed is. En dan zegt hij, wanneer u zijn juk op zich neemt, van de Heer Jezus en doet wat correct, juist en zuiver is. Dan zegt hij. En u zult rust vinden. Voor uw ziel. En u zult rust vinden voor uw ziel. Laat mij. een detail tegen u zeggen. De ziel hier. U weet dat. wanneer de ziel. wanneer het slecht gaat met de ziel. dan heeft die persoon slapeloosheid, nervositeit, de persoon leidt een leven vol van verdrukkingen, schrik, bezorgdheid. De persoon leeft een stukje van de hel. Wanneer de persoon naar huis gaat, kan die persoon zelfs naar de discotheken gaan, zich vermaken, drinken, drugs gebruiken, seks. De persoon kan overal toe gaan. En zich vermaken. Ze kan zich helemaal vermaken, maar er komt een moment. Dat die persoon moet gaan rusten. Het lichaam verdraagt het niet meer. Dus die persoon gaat naar bed. Zo'n douche gaat naar bed. Maar het lukt hem niet om te slapen. Het lichaam is moe. Maar de ziel is verdrukt, de ziel is gekweld. De ziel wil ook slapen. Maar er zijn de bezorgdheden, de benauwdheden, die gedachten, die gruwelijk zijn, schadelijk zijn, die blijven daar knagen, 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 eisen, eisen. Je hebt dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan. En het slaat, de ziel slaagt er niet in om te slapen. En wanneer de ziel niet kan slapen en rusten, dan wordt de persoon wanhopig. De Heer Jezus zei: Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Beste vriend, de juk van de Heer Jezus is vrede, de last van de Heer Jezus is de blijdschap. Dat is het. Als u gehoor geeft aan het woord van God, aan zijn woord, als u uw hart opent voor Hem. U zelf bent, transparant bent. Heer op God, heb medelijden met mij. Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik wilde mijn hart behagen. Ik wilde mijn ziel behagen. En mijn ziel heeft mij altijd in de steek gelaten. En ik ben altijd aan het lijden. Maar ik geef mijn ziel aan U. Heers in mijn leven. O Heilige Geest, kom en heers in mijn leven. Ik. Geef me over aan u. Maak van mij. Doe uw wil in mij. Dat, beste vriend en vriendin, houdt in om eerst het Koninkrijk van God te zoeken. Dus met andere woorden, eerst investeren in het geestelijk leven, eerst investeren in uw intieme leven, uw innerlijke leven. Zodat vervolgens. Alle andere zaken toegevoegd zullen worden aan uw leven van buiten. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is dat u toelaat, instemt, overgeeft, zich onderwerpt, uw gehele leven, uw gehele hoofd, alles wat u bent, alles wat u was, alles wat u zult zijn, alles geeft u over. En u vertrouwt dat de Heilige Geest u zal leiden. Naar de grazige weiden. Naar de weiden van vrede en van blijdschap. En dan wel. Dan zult u gelukkig zijn. Heeft u begrepen? Ik weet dat als u nu naar mij luistert of u kijkt naar mij en u bent een beetje onrustig. Hier is advies. U kunt. Dit bericht zo vaak mogelijk als u wilt beluisteren of bekijken. Maar als u niet een intelligente actie onderneemt en prakticeert, dan zal het allemaal niets baten. Sorry, vergeef me als de klap heel hard was. Maar er zijn mensen die echt een stoot nodig hebben om wakker te worden. Voor het leven dat God biedt in de persoon van de Heilige Geest. Wist u, alleen maar zodat u een idee kan hebben, wist u dat geen enkele profeet van het verleden zoveel heeft geofferd? Bijvoorbeeld Daniel die werd geworpen in de leeuwkuil. Zijn vrienden die werden geworpen in de vuuroven. Zij allen in het verleden, in het Oude Testament. Zij hadden niet de dood met de Heilige Geest. Ze hadden niet het recht om vol van de Heilige Geest te zijn. Vandaag hebben wij dat. In de Heer Jezus kunt u een eerstgeborene worden. U kunt een zoon of dochter van God zijn die de Heer behaagt en die natuurlijk door Hem behaagd zal worden. Geef en het zal u gegeven worden. Geef uw leven van Hem. En hij zal u een nieuw leven geven. Dat God jullie allen zegenen. En vergeet niet. dat morgen, woensdag. is het de avond van de ziel. Ga naar een UKG-hulpcentrum. of ga naar uw eigen kerk als u dat wilt. Doe zoals u wilt. Maar het belangrijkste is dat u gaat met dorst. Om de Heilige Geest de zoeken en te ontvangen. God zegt u en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.